Gefeliciteerd. Hoe wist je dat ik jarig was? Ja. Hippie hoera. Wil je er iets aan doen? Wil je taart? Nee. Ik begrijp dat je het nu niet wilt vieren. Maar volgend jaar misschien wel. Ik kon het toch niet laten. Kijk eens. Lasagne. En vlaaflip toe. Alles zelf gemaakt. En ik mag de magnetron van de zusterspost gebruiken om het op te warmen. Nieuwe speakers. Die wilde voor je kamer. Als je weer thuis bent. Ik zei toch dat ik dit niet wilde vieren? Maar wat denken jullie nou? Laat hem maar lekker praten. We geven gewoon een feestje. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de glorie. In de glorie. Stop! We dachten... Wat we? Ik? Het gaat erom wat ik wil. Wat dan met je flaflip? Jullie denken alleen maar aan jezelf. Ik heb het verknald. Praten is altijd beter dan niet praten. Ook al kwam het er wat rottig uit en misschien niet op het ideale moment. Kom, wees niet boos op jezelf. Je bent duidelijk geweest tegen ze. Je hebt je grenzen aangegeven. Ik vind dat een teken van kracht. Ik dacht dat je me pillen ging voorschrijven. Kalmeringspillen. Nee. Kalmeringspillen heb jij niet nodig. Maar er zijn wel andere medicijnen die je kunnen helpen om je beter te voelen. Ik heb het ook niet zo met pillen. Nou, ik denk dat een combinatie tussen de juiste medicijnen en therapie voor jou heel goed gaat werken. Echt, vertrouw me. Maar nee, vertrouw nu eerst gewoon op jouzelf. Je hebt zo'n grote stap gemaakt. Het leek wel alsof mijn vader mij beter begreep dan mijn moeder. Terwijl hij en ik, dat is geen beste match. En waarom niet? Ja, mijn moeder zegt altijd dat wij te veel op elkaar lijken. Is dat zo? Dat zou kunnen. Hey, ik wil met je praten. Nee, alleen met jou. Ja, zonder mama. Oké. Meneer Kramer? Op de zomer. U weet dat het officieel geen bezoekuur is. Joshua wilde me zien. Hoe gaat het met u? Nou, dit moet voor u ook niet makkelijk zijn. Redt u het? Ja. Sorry voor gisteren. Hoe is het met mama? Het gaat. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat niets je meer uitmaakt? Dat je er net zo goed niet zou kunnen zijn? Begrijp je mij, pap? Waarom heb je er dan nooit met me over gepraat?
In mijn tijd deed je dat niet. Praten over dat soort dingen. Dat heb ik nooit geleerd. Opa had het ook. Goede genen dus. Jullie worden bedankt. Ben je wel eens naar iemand gegaan om erover te praten, zoals ik, dokter Zomer? Dat had ik misschien wel moeten doen. Het kan nog steeds.